Meneer de minister, juridisch gezien volledig in orde. Geen discussie. Maar menselijk gezien is dit bijzonder, bijzonder pijnlijk. Is dit bijzonder, bijzonder onrechtvaardig ten overstaan van de slachtoffers die inderdaad van de griffie het bericht hebben gekregen dat zij alle stukken die in het Nederlands zijn opgesteld om hun schadevordering kracht bij te zetten, moeten laten vertalen naar het Frans. Wat dan wel waarschijnlijk zal moeten gebeuren op eigen kosten. Want de daders die terecht zijn, zijn totaal onvermogend. Minstens zullen zij deze kosten moeten voorschieten in de hoop dat achteraf te kunnen recupereren via een vordering bij het Fonds voor Slachtoffers. Nu, meneer de minister, ik heb het al gezegd, dat is onrechtvaardig. En in het kader van dit proces is dat werkelijk wereldvreemd naar de burger toe. Zeker naar de slachtoffers. Voor de terroristen, daar staat een heel leger aan pro-deo-advocaten en tolken en vertalers klaar. Allemaal op kosten van de belastingbetaler. Allemaal op kosten van de burger, ook van die slachtoffers zelf, want die betalen hier ook belastingen. Maar de slachtoffers zelf, meneer de minister, die worden aan hun lot overgelaten. Daarboven is het tot op vandaag nog altijd niet duidelijk op welke wijze die vertaling moet gebeuren. Moet dat gebeuren door een beëdigd vertaler of mag dat gebeuren door eender wie? Dat is allemaal niet duidelijk. Het is dan ook logisch dat er grote consternatie is ontstaan op het proces en dat de slachtoffers bijzonder ongerust zijn. Nu, meneer de minister, het Vlaams Belang heeft hier een eenvoudig voorstel klaar. Een voorstel dat heel snel kan worden ingevoerd, dat juridisch volledig sluitend is en met respect voor de taalwetgeving, wat ook niet onbelangrijk is. Geef de griffie de opdracht om alle stukken die in het Nederlands zijn opgesteld te laten vertalen op initiatief van de griffie door een vertaler. Ik dank u, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik heb niet gezegd, voor alle duidelijkheid, dat op het vlak van vertaling door bijstaand tolken en vertalers er niks gebeurd is. Inderdaad staat er elke dag een hoog aantal mensen op dat vlak ter beschikking. U zegt van, kijk, ik sta in voor de veiligheid, dat klopt. Maar de verantwoordelijkheid voor het verloop van het proces rust bij het Hof. Maar u maakt mij nu toch niet wijs dat een griffier op eigen initiatief al die slachtoffers zal hebben aangeschreven en een brief zal hebben gericht en gezegd van kijk, zorg ervoor dat alles vertaald wordt in het Frans. Er moet toch iemand aan de griffier die opdracht hebben gegeven. Dus ik hoop dat u dat, meneer de minister, dat u dat verder uitklaart. Want nogmaals, de slachtoffers, alleen zij hebben rechten en niet die terroristen die heel veel schade op de eerste plaats aan die slachtoffers hebben aangebracht. Dus ik zou heel graag hebben, meneer de minister, dat ook dat wordt uitgeklaard.